Hier zijn de televisiespelen waar u van kerst tot nieuwjaarsdag voor thuis blijft. Op tweede kerstdag De Gijsbrecht van Joost van den Vondel door het Nationale Toneel. Gijs Linnenbank speelt de hoofdrol. Het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste erbarmd over mij. En mijn benauwde vesten en arme burgerij. Ook op tweede kerstdag een prachtige en scherpzinnige Engelse komedie van Alan Ayckbourn. Met als titel Prettige feestdagen. Een familiefeestje loopt uit de hand. Please be quick. Please! Penguin. Sorry, what? Penguin. It's not a penguin. The place is yours. Find it, quickly. What the hell are you talking about? Oh, please, will be down here in a minute. What does he look like? Well, he looks like... Look, you'll recognize him when you see him, I promise you. Op derde kerstdag, Los Zand van Annie Schmid. Oh, neem me niet kwalijk, hoor, als ik een tikje incoherent ben. Maar dat komt door de wijn. Arie bleef me steeds maar bijschenken. En ik zei echt tegen hem, nee, Arie, ho, ho, zo is het wel welletjes. Je had het over zwangere vrouwen. Ja. In Afrika worden vrouwen tegen betaling zwanger gemaakt, daarna geaborteerd, om dan vervolgens met die foetussen te experimenteren, ja, zoals het ik zeg. Toneelgroep Amsterdam speelt de oplaaiende hartstochten van moeder en de teloorgang van de ideale vader. Graag mag. Maar dat weet je toch? Dat heb ik je toch verteld? Huh? Je vader zijn hele leven bezig is geweest met DNA. En daar gaat het toch allemaal om, DNA. En dat is natuurlijk een schandaal. Maar die Surinaamse jongen bedoelt, oh god. Ik word er helemaal nuchter van. Aantrekkelijke jonge vrouw zoekt kennismaking met man tot 40 jaar. Brieven onder nummer 172217, bureau van dit blad. Mooie vrouw, 42 jaar. Op Oudejaarsavond, de korte Nederlandse speelfilm Ei. Een naïeve bakkerszoon die niet kan lezen of schrijven reageert met hulp van vrienden op een contactadvertentie. En dat heeft gevolgen. Jonge man, 41 jaar, zoekt serieuze relatie met jonge vrouw tot 40 jaar. Postbus DS 5476. Het spel rond de feestdagen op Nederland 3. Dan nu deel 2 van de bezetting. Het is zomer 1940.